Thijs van IMT vandaag met een gloednieuwe serie, namelijk Simulator. Hey, Vinny. Pick up that crowbar and listen. Wat doe ik dat? We got a lot of ground to cover. Hallo? Oh, hey. Logisch. The Lombardis paid your bail. They're generous men, but they're all about reciprocity, if you get what I mean. Let's see if you're up to the job. Knock over that house for me. The last one. Okay, hoe doe ik dit? Oh, nee, ik heb het tussenstaan volgens mij. Q, quick slot. Wow, dat wil even wennen. Crouching is C. Ik eerst wat toetsen aanpassen. Keys. Crouching. Dus sneak. Zo. Interact. F. Dat was Q, was quick slots. Dat gaat tap worden. Ja. Nee, dat was niet. Ik ben nog een andere fout. Ah, nee. Wat is redden dan? Left shift, toch? Hey, some dope left a flashlight on the ground. Take it, but don't let nobody see the light and call the cops. Ja, oké, zo klopt het een beetje. De controls. Het F. Mooi zo, die gaan we open doen. Oh, is FC ook gewoon flashlight? Flashlight. Wat doe je hier toe? Oké. Okay. Kom op, pak op. Time to redistribute a little wealth. Dan gaan we dus meenemen. Oké, okay, ik snap eigenlijk waarom het op E gezet is. Nee, dat bellen is wel verschrikkelijk. Don't let nobody see you with that crowbar. Ik ga nog een keer iets aanpassen, want dat is toch E makkelijker is voor mij. Maar ik denk dat ik dat tab toch op rechte muisknop ga zetten. Nou, dat kan dus niet. Oké, okay, interesting. Nee, we gaan eerst al verder het huis doorspitten. Een wc-pot. Helemaal naar de galamiezen. Kan ik hier nog wat jatten? Ik wil echt met oprechte muisknop met zoiets te gaan doen. Die fluitketel, ja, die nemen we mee. Dat gaan we ook meenemen. Zal ik nog wat liggen? Open die shit. Helemaal niks. Wacht, ik kan het nog openen. Nada. Kan het niet misschien nog iets lopen? Ik ga gewoon alles slopen. Maar kunnen slopen. Kijk eens. Alles gaat kapot. Alles moet kapot. Anders doen we het niet. Climb over. Nou, dat gaat dus niet wat ik wil. Ik zie vanaf hier. What the fuck? Ik heb de game al laten buggen. Fly!
Light it up. Heard by a tenant. Okay, zal wel. Oké, maar hoe ga ik hier nou uit? Ah, wel mis ik het al. Ik kan alleen nog helemaal niet rennen. Nou, ik ben er bovenop te springen. Kan dat gewoon niet hier? Hoe moet je uit? I don't get it. Hij ziet me gelukkig niet. Via hier niet omhoog lopen. Nee, uiteraard weer niet. Maar via een ander raam misschien naar buiten. Ah, oop, dat was mijn headset tegen de microfoon. Go to the car. Zo ga ik eigenlijk nog een keer inbreken. Maar dat duurt nog eventjes. Hallo? Mag ik naar binnen? Dank u. Get in. Op naar mijn hideout. Ik weet niet precies waar ik naartoe moet. Ik rijd maar een kant op. Alleen ik moet niet altijd veel schade maken, maar dan moet ik volgens mij voor gaan dokken. Zo, onze eerste overval is een feit. We zijn ontkomen van alles. En een I. Oké. Beep beep. Good job, man. This just might work. Go get some sleep and we'll pick this up in the morning. Computer. Zo'n MacBook. Black Bay. Kan ik trouwens iets verkopen? Cel. Kopen. Die mag ik weer kopen. House rip-off. Doe ik nog niet aan. Dus ik moet eens in gaan slapen. Sleep. Left control moet ik drukken. There's a few things I need to tell you. Oh, dat is net gedaan. Tools for thieves let you... Great. Volgens mij is de game softlocked. Go to your car. Wacht, naar welk huis moesten we eigenlijk? Kan ik niet in de escape? Notes. 109. Jobs, het is er niet. Oké, we gaan gewoon kijken wat we gaan kunnen doen. Go hawk your loot at the pawn shop first. You'll need empty pockets at Greenview 109. Dat geloof ik graag, ja. Junkyard. Heet dat volgens mij in deze game. Of niet? Pawn shop, daar moest ik heen. Ook een hele goeie. Welkom back. Shop owner. Hoe zou je hem gaan noemen? Hugo? Noem hem Hugo. It's time for Greenview 109. Get me that TV and don't pawn it off. Oké, we gaan proberen. 109.
119 of was het 109? Wat was het? Oh, 109. Er zijn weinig autootjes hier. Ik zie weinig broem broem. Oké, we gaan het gewoon lekker midden in de nacht verhuizen. Valt ik gewoon echt totaal niet op. Daar kan ik dus nog niks mee doen. Ik moet een andere weg inzoeken. Dus vast openzetten. Waarom? Flauw idee. Kijk, dit is een beetje glitchy bij mij. Laat maar naar binnen. Kijk, die moet echt twee keer op tap drukken voordat hij pas iets registreert. Ja, een early access game, dus. Old toaster, check. Ik zie een wc. Monies! It's a me. Free cash. It's altijd night. You gonna steal it. You gonna steal it. Eens even kijken. Steeds wat meer cash. More cash. Thank you. En een key. That's the key. We hebben de oud tv'tje. Die kan open. Er is gewoon niks verdachts aan bezig. Ik ben alleen midden in de nacht aan het verhuizen. Dat is alles. Niks raars aan, er zijn nog zoveel mensen. Als nog zo gaan lopen. Jezus, dit gaat een tijdje duren. Hé! Ik heb helemaal niets nodig om te gooien, maar. Oude tv's wegen best wel wat. Ze zit aan iemand te roken, maar dat is gewoon een sproeier. Hop. Erin. Ja, erin. Hey, dat was een mooi huisje. Maar wat zeg je ervan? Ik ga er vandoor. En niet sorry voor je spullen. Maar die boeien me niet. En die meent ik zeker ook echt in de auto. Wow. Maar je gaat niet hard met 30. Oh, dat was schade. Wow, wel goedkoop. $2. Als ik het echt zou doen, was ik echt gewoon de 100 euro's kwijt. Home. Let op, we gaan nu uitleg krijgen van iets wat ik al gedaan heb. Super! I see you got my screen. Go to Black Bay. Kijk, zei ik al. Een idee had ik al wel. Black Bay. I set up a pay- Eens even kijken. Zo. Nog meer informatie? Uiteraard niet. Maar ik ga even snel een skill point kiezen. Lockpicking. Dan kunnen wij hier nog wat leuks kopen. En dan gaan we dat de volgende episode doen. Dan gaan we dus een paar andere huisjes inbreken. Zeg in ieder geval, laat een like achter. Vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Doeg!